sta hier naast mijn Buxus Motteval. Dat is eentje die ik 2 jaar geleden heb gekocht om deze mooie struiken te beschermen in onze tuin. Hier vliegen mannetjes in. Die ruiken iets, namelijk dit hier, die er van boven zit. Dat is een soort van, goh, ja, een stof die de vrouwtjes aanmaken, waardoor dat de mannen aangetrokken worden tot de vrouwtjes en dat die gaan paren. Dat is in ieder geval de bedoeling. Dus de mannetjes die ruiken wat er hierin zit, van ver, die komen naar hier, die gaan hier heel dichtbij vliegen, kruipen in de val en komen dan hier terecht en kunnen er niet meer uit. Je ziet, er liggen er al een paar in. Dat zijn er nog van vorig jaar. En het vergeet uit de keus. Maar wij hebben dat 2 jaar geleden gedaan en de val zat echt bommeste vol. Nu hoop ik ook om datzelfde resultaat te hebben. Maar dus ik heb hem gisteren opgehangen. Vandaag is er nog niemand ingevlogen. En dat is ook redelijk normaal. Eigenlijk zouden ze pas maar over een paar dagen, eigenlijk een paar weken pas starten. Maar we wilden toch het zekere voor het onzekere nemen. En de val nu al ophangen. Voor in het geval dat bijvoorbeeld het proces versneld wordt. Omdat nu toch al een paar dagen mooi weer is. De rupsen, die hebben we daarentegen wel al gevonden. En hoe werkt dat nu eigenlijk? Wel, die rups die overwintert in je buxus en je ziet ze niet. Ze spinnen 2 blaadjes heel goed tegen elkaar en ze kruipen in dus tussen die 2 blaadjes. En daardoor zie je het niet zomaar of je moet echt die blaadjes gaan openwringen. In tussentijd komen die er stilletjes aan allemaal uit en die beginnen je blaadjes van de buxus op te eten. En dat gaat aan een heel snel tempo, waardoor je heel snel kale plekken krijgt. En zo kan je dan uiteindelijk zien dat je dus schade hebt van die buxusrups. Uiteindelijk is de bedoeling dat die zich verpopt tot de buxusmot. En dat wordt dus een kokonnetje. En dan heel snel daarna wordt dat een vlinder. En dan gaan ze dus dat paren en dan is die val dan weer goed. Als ze gepaard hebben, legt het vrouwtje uiteindelijk op de buxusstruik eitjes. En die eitjes, daar komt dan weer zo'n nieuwe rups uit. En zo blijft het steeds maar verder gaan. Maar goed, ik denk dat het nog wel meevalt. Ik heb net even alle struiken gecontroleerd en ik heb er niet direct eentje gevonden. Maar ik ben er zeker van, als ik verder zou gaan zoeken, dat ik er zeker wel weer vind. Maar momenteel ziet het er redelijk goed uit met onze buxusstruik. Ik ben heel erg tevreden. Dus vanaf het moment dat er iets nieuw in de val zit, ga het iedere dag controleren, dan laat ik het jou weten. En ook als in deze struiken een rups te zien is, zal ik het nu nog even meegeven. Ik ga eens even verder controleren, ik vind dat toch belangrijk. Ik heb er gezocht, maar ik heb er geen gevonden, dus dat is eigenlijk een goed teken. Hè. Of ik heb misschien niet goed gezocht. Dat kan ook natuurlijk. Jolien ligt lekker op een lichtzeteltje, ze is podcasts aan het luisteren. Wie volg je eigenlijk? Wie volg je? Ik ben nu naar Kim Munnekom aan het luisteren. Ja. Die vertelt over succesvol ondernemen en zo die dingetjes. En ben je er al wijzer uit geworden? Ik vind dat wel een zeer interessante podcast, dus ja. Ja, oké. Okay. Word er slimmer van. Goed. Ik ben heel erg blij. Ik luister ook naar podcasts, maar ik ben meer voor de entertainment. Ik vind, er moet ook nog eens ontspanning zijn en dat is dan weer toch een beetje werkgerelateerd. Ik geniet ook graag eens en ik neem daar genoeg tijd voor. Nu zeker in deze periode. Ik moet wel zeggen, ik heb deze ochtend nog wel administratie gedaan voor onze zaak. Want dat blijft wel een beetje doordraaien, ondanks dat de deur op slot blijft. Blijft er toch nog administratiewerk binnenkomen. Dus ja, dan moet je denken aan bijvoorbeeld een voorraad nog eens nachecken. Of de geschreven facturen die we toch nog de afgelopen maanden, toen we wel nog open waren, nog eens hercontroleren. En doorsturen en bespreken met de boekhouder voor nieuwe kosten te maken en dergelijke. Dus die dingen die blijven eigenlijk gewoon allemaal doorlopen, maar het is wel op een veel lager pitje gezet. Dus ik heb nu wat meer tijd voor ontspanning en ik neem die ook. Ik luister ook naar podcasts, maar dus zoals ik al net zei, alles in de entertainment sector. En ik ben nu aan het luisteren naar een paar afleveringen die ik nog niet had gehoord van de Dik voor Mekaar show. Ja, daar hebben ze nu ook in podcastvorm online gezet. Het was vroeger eigenlijk een radioprogramma en ik vind dat het beste radioprogramma ooit op de radio. Echt waar, zonder zwanzen. Dat is... Ja, je moet dat eens gehoord hebben en ofwel ben je fan, ofwel ben je helemaal niet fan. Ik weet gewoon wat voor steltje techniek dat daarin zit. En zeker ook, dat bestaat al van in de jaren 80, jaren 70. Toen was dat nog veel unieker, de dingen die ze toen deden. Ik heb daar gewoon heel veel respect voor. Dat is ook de humor die daarin zit, is subliem.
Kijk eens dat vogeltje genieten van de nootjes. De laatste nootjes die nog in ons houdertje hangen. Oei, en het is weggevlogen. We hadden eigenlijk besloten om daar geen nieuwe nootjes meer in te hangen. Omdat ja, als de klanten hier dan komen en die vogeltjes die zitten dan zo wat in het rond te vliegen. En misschien poepen op de mensen op de schouder of op de kleren en zo. Dat wilden we niet. In de winter heeft dat er helemaal gehangen. Maar nu in de zomer is het eigenlijk mooi weer genoeg. Kunnen die vogeltjes wel een plan trekken qua eten vinden. Maar ja, goed, als het er voorhanden is, dan gaan ze er wel gretig van gebruik blijven maken. En we dachten gewoon, we laten het hangen. Want ja, er komen nu toch geen klanten en ze kunnen er maar van genieten. En we hebben wel gezegd, toen dat we het nog eens gevuld hebben, een paar weken geleden, want het is wel de laatste keer dat we het vullen. Daarna gaan we het echt niet meer bijvullen, want anders ja, dan worden dat echt hele luie beesten. Dat is ook niet de bedoeling, die moeten echt wel ergens anders hun voedsel halen. Maar het valt mij wel al op dat in de zomer sowieso al minder gebruik gemaakt wordt van ons notenbulkje dan in de wintermaanden. Want in de wintermaanden zijn er voor die beesten echt heel weinig dingen te vinden. In de zomer komen natuurlijk al die wormpjes boven en die rupsen, hè, die bijvoorbeeld ook in onze struik zitten, die mogen die van mijn part ook opeten. Zolang dat er maar geen vergif op zit. Maar dus mijn planten die hebben allemaal natuurlijke producten, dus daar kunnen die beesten gelukkig tegen. Dus tot zover kunnen ze hier nog genieten. En het valt mij op, ik zat daar in dat stoeltje, ze komen toch best wel dichtbij. Want zijn, dat blijven natuurlijk wilde vogels, die zijn best wel schuw van mensen. Maar ik vind dat het goed meevalt eigenlijk. Ze durven toch wel... Ze zijn niet echt heel erg bang van mij. Ja, wat sta jij hier nu in één keer in je badpak? Ja, ik heb net een foto gemaakt voor een nieuwe giveaway op Instagram. Ik kan dit tof Poepsie Slime Surprise pakketje winnen. Twee zelfs. En heb je dan nu speciaal een ander badpak voor aangetrokken? Ja, dacht ik, ga iets kleurrijks aan doen. Past hier wel bij. En waarom? Past toch bij Poepsie. Kijk, de kleurtjes hierop passen ook bij mijn badpak. Ah, oké, okay, op die manier. Zo nagedacht, hè? Ja. Dat was ik leuk, heb he? Heerlijk genoten. Ja. Ik heb zeker anderhalf uur, twee uur in de zon. Ik vind dat dit wel een beetje ziet. We gaan morgen misschien pas het resultaat zien van ons bruine tint, maar dat zie je dan morgen wel. Yellow, hè? Doe alvast deze duimpjes omhoog als je de groene vingers afdeling leuk vindt. Ja, onze tuinafdeling. Het is toch interessant om te volgen. Ja. Zit er nu iets in de val of niet? Doe even de duimpjes omhoog, dan weet ik dat. Dan kan ik dat net iets meer laten zien in de komende video's. Dan weten we dat ook weer. En hopen op morgen weer een mooie... zonnige dag. Ja, we gaan wel morgen eerst nog wel een beetje opruimen, denk ik. Dat is een goed idee. We gaan gewoon een keer even het kot schoonmaken. Ja. En zo in de voormiddag en dan tegen dat de zon vol een bak draait. Van naar buiten, om te gaan rusten. Ja, voilà. Kijk, zullen we wel zien. Er staat hier eten te wachten op ons aan de salontafel. Wij eten aan onze salontafel. En we kijken terwijl naar televisie. En daarna is het tijd om weer onze oogjes dicht te doen. Hè. Dus tot morgen voor weer een nieuwe video. Ciao! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.